Je mag niet zingen, je mag niet blazen, dat soort dingen. Het verenigingsleven is op dit moment zo, nou ja, dood als een pier misschien wel, lastig en zonde. Want hoe bouw je nou de clubs na die gedwongen pauze weer nieuw, uh, nieuw opnieuw op? Of blaas je ze nieuw leven in? Gaat het wel goed met ze? Cultuurcoach Jacinta Blom, die gaat in ieder geval een poging doen om, uh, nou ja, dat leven erin te houden en te blazen. Jacinta, welkom. Dankjewel. Is het nodig om nieuw leven in die clubs te blazen? Um, ja, dat denk ik wel. Uh, ze, die verenigingen liggen inderdaad, zoals je zegt, natuurlijk al een hele tijd stil. Um, af en aan mochten ze vorig jaar nog wel wat doen, op dit moment helemaal niks. En je merkt dat ze een beetje murf geslagen zijn. Dat ze echt een beetje zo in elkaar gezakt zijn van ja, pff, het is even echt helemaal niks. Wat het gebeurt er dan praktisch? Niks. Hebben ze nog wel contact me, met elkaar binnen die club? Of want, want muziek is wat ze bindt. En als, als dat je niet meer bindt, ja, dan verlies je elkaar uit het oog. Is dat aan het gebeuren of niet? Um, dat zal heel verschillend zijn. Er zijn verenigingen waar het inderdaad echt wel minder gaat en die minder contact hebben. Maar er zijn gelukkig genoeg verenigingen die wel onderling contact houden. Dus die wel. En dan merk je wel hoe belangrijk eigenlijk dat sociale deel van de vereniging ook is. Dus dat ze wel contact houden via de app. Dat ze elkaar bellen. Dat ze af en toe even ook bij elkaar echt letterlijk aanbellen aan de deur ja. om te kijken hoe het gaat. En dat is natuurlijk heel belangrijk en het is heel fijn dat dat gebeurt. Maar ze missen. Uh, elkaar ontzettend als het gaat over het samen muziek maken, het samen zingen, het samen theater spelen, het samen fotograferen. Dat is natuurlijk de, de grootste drijfje waar ze normaal gesproken voor bij elkaar komen. Ja, maar de, 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 ja, ik zou bijna zeggen, het, het kan gewoon even niet. Maar je, je hebt toch een, een plan, een alternatief. Ik ben ja. ontzettend benieuwd wat je dan bedacht hebt. Ja, um, er, er is inderdaad, ze kunnen niks samen doen op dit moment. Maar ja, wat zouden ze hen ervan weerhouden om wel in hun eentje of met z'n tweeën, als het maar coronaproof is. Te laten zien waar ze van zijn, van welke vereniging. Dus ik heb een challenge bedacht. En dat is een foto- of video-challenge, of foto- en/of video-challenge. En um, die heb ik even genaamd naar de naam Februari-Muziekmaand. Dat was een evenement wat jaren geleden bestond. Eh, om in de stille maand Februari um, een beetje op te fleuren. Dan gebeurde er van alles in de stad. Ja. En uh, ik heb die naam weer mogen gebruiken. En die gaan we nu gebruiken dus voor de maand februari. Februari muziekmaand. Februari muziekmaand. Wat gaat er gebeuren in februari muziekmaand? Het wordt wat breder dan muziek. Maar uh, de, worden vier weken lang krijgen mensen een challenge. Dus iedereen die bij een vereniging zit, kan meedoen voor zichzelf, tenminste uit zichzelf, maar namens de vereniging. Ze ja. krijgen een thema, iedere week heeft een eigen thema. En uh, daar mogen ze een foto of video maken van iets wat bij hun vereniging past. En dat mogen ze gaan plaatsen op social media. Dus op Facebook of op Instagram. En wij gaan kijken wat de leukste foto's en video's zijn. En het gaat niet per se om de, de, de beste video of de beste foto. Maar het gaat erom waar het meeste enthousiasme vanaf straalt. Dus laat op jouw manier zien hoe jij, wat jouw vereniging is. Als ze die identiteit van de vereniging nog vast kunnen pakken, hè, want het is ja, al wel even geleden. Dat klopt. Maar ze weten natuurlijk donderschoen nog echt ja. van binnen in hun hart wie hun vereniging is en wie ze zijn. Wat hoop je hiermee in die clubs te brengen? Want uiteindelijk is het hogere doel natuurlijk... dat er in die clubs leven blijft bestaan. Dat, ja, Hoe dat, gaat dat werken volgens jou? Wat, denk je, wat hoop je dat er gaat gebeuren? Ik hoop dat ze onderling gaan overleggen van... joh, leuk thema, wat gaan we ermee doen? Hoe kunnen we onszelf op die manier laten zien... En ik hoop natuurlijk dat ze ook op die manier naar buiten laten zien van jongens, we als vereniging repeteren we nu niet. We kunnen niet optreden. Maar dit is nog steeds wie we zijn. Ja, maar betekent dat ook dat bijvoorbeeld Enschede's en misschien wel meer uh, Nederlanders kunnen gaan stemmen? Bijvoorbeeld van, uh, ja. op, de, op die. Want dan laat je ze ook echt weer zien aan, aan de Klopt, wereld. Ja, en dat is natuurlijk ook de reden dat ze het moeten gaan plaatsen op, op die social media, op mm. Facebook of op Instagram. Um, en we hebben daar namelijk ook prijzen aan kunnen verbinden. Dus het is niet dat ze alleen maar zomaar meedoen voor. ...zichzelf, maar ze kunnen er ook iets mee winnen. Okay. Uh, er zijn twee prijzen te winnen. De ene prijs is voor... ...een aantal verenigingen die op een podium zouden kunnen staan. Dus er wordt één prijs uitgereikt... ...en dat is een podium van Concordia... ...die ze eenmalig kunnen winnen. Dus dat is dan een gratis keer dat ze op het podium van Concordia mogen staan. Nou, Een andere prijs... ...die mag ik samen met jullie doen. De, de, de andere winnaar krijgt een item van jullie. Dus tegen de tijd dat corona helemaal voorbij is... ...en alles weer mag... ...komen jullie een oh, keer langs. En gaan jullie een mooi item maken van die vereniging? Nou, hoe mooi. Kan je jezelf op die manier laten zien natuurlijk, als promotie. Dus dat is ook. Hoop ik dat dat extra redenen zijn om verenigingen, voor vereniging. Om na te denken. Oh, maar dat zouden we heel graag Precies. een keer willen. En we gaan echt nadenken hoe wij, of hoe ik als persoon. Mijn vereniging kan promoten en kan laten zien hoe tof we zijn. Dus als je een vereniging uh, hebt, je zit bij een muziekvereniging, toneelvereniging, whatever. Mm -hmm. uh, Enschede. Wel Enschede. Enschede, Enschede ja. Dan uh, ga je op zoek naar met elkaar, met je clubgenoten, naar de spirit van, van je club. Hoe zat dat ook alweer? Ja. En je kunt alle middelen gebruiken, maar er moet uiteindelijk een product op social media terechtkomen. Ja, een foto of een korte video. Een foto of een korte video. Ja. En uh, we gaan uh, komende vrijdag, dus overmorgen, komt. Alles op onze website te staan, cultuurinschede.nl. Mm -hmm. Daar komt alles te staan van waar, waar je precies aan moet voldoen. Dus daar kunnen de mensen het vinden en daar vinden ze dus ook iedere week het thema, waar ook de foto of de video mee te maken moet hebben. Oké, okay, dus je, oh, het is dus de challenge dat je elke week uh, vier weken lang meedoet. Ja, nou ja, je mag ook één keer meedoen, ja. maar dat is natuurlijk de kans om te winnen. Dat is wat kleiner als je wanneer je één keer doet dan, of wanneer je vier keer meedoet. Want, moet je die video dan naar een specifieke uh, pagina toesturen of moet je er een hashtag aanhangen? Hoe gaan jullie dan Hashtags. in beeld krijgen wie, wie meedoet? Ja. Uh, ook op die, de, onze website, dus waar alle spelregels komen te staan, staat ook welke hashtags je moet toevoegen. Zodat wij inderdaad kunnen vinden natuurlijk um, wie de, wie de, wie de ja. video's en foto's geplaatst heeft. Want hebben. de meeste stemmen die wint? De me, de me, we de, de, hebben een, uh, uh, een publieksprijs in eerste instantie, dus inderdaad wie de meeste likes heeft. En we hebben ook een jury. En dus per week zijn er dan waarschijnlijk twee winnaars. Een, een juryprijs en een publieksprijs. En die winnaars na die vier weken samen krijgen nog een laatste challenge... En daar komt uiteindelijk komen uiteindelijk twee winnaars uit. Dus waarvan de een de podium wint en de ander het item. Een soort van finale. Een soort finale, ja. Jongen. Ja, spannend ben, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik denk dat we het ook gaan volgen de komende tijd. Wat, uh, wat de clubs dan inzenden. Ja, Heb dat Heb je dat al, al van ik. clubs gehoord die meedoen? Nou, dit is voor het eerst dat ik het naar buiten breng. Oh, dus joh. No dit is echt de primeur. Nou, uh, ga meedoen. Leuk. En uh, <laughs> hou je club levend. Jacinta Blom, cultuurcoach in Enschede. Ja, dankjewel. Nou, en succes de komende gedaan. tijd. Ja, ja dankjewel.